altijd een leuke discussie, s'avonds laat aan de bar met veel motorrijders over wat is nu de perfecte bocht. Helaas moet ik zeggen, die bestaat niet. Want de perfecte bocht hangt eigenlijk af van heel veel situaties. Hoe scherp is de bocht? Hoe snel rijd ik? Hoeveel zicht heb ik? Kortom, er zijn heel veel situaties die bepalen wat de perfecte bocht is. Want als ik heel veel zicht heb en ik heb de juiste snelheid en de bocht is niet al te scherp, kan ik gewoon in het midden van mijn eigen rijstrook blijven. Of nog liever, in het midden van de vrije ruimte om mij heen. Dan kom ik een tegenligger tegen, ja, dan zal ik wat op moeten schuiven om te zorgen dat ik niet met die tegenligger in de botsing kom. Anderzijds is de veelgehoorde techniek hoog ophalen, dus bij een bocht naar links, van tevoren iets naar rechts gaan en dan weer naar het midden toe komen. Of bij een bocht naar rechts hoog ophalen, vlak voor het moment dat ik het einde van de bocht zie en dan naar binnen draaien, zodat ik in het midden van mijn eigen rijstrook uitkom, is een veelgehoorde oplossing. En ook heel handig, vooral als je in de haarspelbochten gaat rijden in de bergen. Hopelijk kun je hier iets mee en anders volg de cursus bij de KNV. Veel plezier!